Hallo en welkom op het kanaal van Riri Roze Orakel. Fijn dat je er bent. Vandaag ga ik een legging doen voor een engelenboodschap. Ik gebruik daarvoor het deck De Boodschappen van de Engelen van Doreen Virtue. En ik trek nog wat advieskaarten aan het eind van de legging van de wijsheid van de vrouwelijke ziel. Kijk je voor het eerst naar een video van mij, welkom. Op dit kanaal doe ik intuïtieve algemene leggingen. Het is daarom belangrijk dat je je eigen intuïtie raadpleegt tijdens het bekijken van deze video. En dat je aanvoelt wat met jou resoneert en dat wat niet resoneert, dat je dat laat gaan. Weet dat alle wijsheid in jouzelf zit. En de dingen die je hier hoort kunnen met je resoneren, kunnen dat wat jij al wist of dat wat jij al weet bevestigen, of het kan je een ander perspectief geven op de situatie. Ik zou zeggen, gebruik het in jouw voordeel. Een algemene legging. Voor degene die deze boodschap te horen mogen krijgen. Oké. Ik zie hier liggen een belangrijke levensopdracht. Patience. Pas op de plaats. Geduld, pas op de plaats. En op dit moment kun je niets doen. Ook deze kaart zegt: onderzoek de situatie voordat je verder gaat. Dus eigenlijk wijzen deze kaarten op het hebben van geduld. De situatie meer laten zijn en observerend kijken naar de situatie. Je hoeft nu dus nog niet in actie te komen. Als we kijken naar de kaart uit het recente verleden, aartsengel Gabrielle. Deze zegt, je hebt een belangrijke levensopdracht waarbij je gebruik maakt van de moderne communicatiemedia en de schilderkunst. Kijk hoe dit met jou resoneert. Het gaat in ieder geval over een belangrijke levensopdracht. Dus het kan zijn dat je in het recente verleden bezig bent geweest met de zin van het leven. Met het herontdekken van je talenten. Met het kijken van wat het is dat jou op zielsniveau gelukkig maakt. De situatie die vraagt echter om geduld. De kaart patience. Het is nu de tijd om te leren, te studeren, informatie te verzamelen, hè? Dat onderzoeken. En dat je dat met plezier doet. Want die kennis die je nu opdoet, die ga je gebruiken in het werk wat jij gaat verrichten. Of dat gaat je helpen bij die belangrijke levensopdracht van jou. Dus de situatie waar je nu in zit, gebruik deze periode. Gebruik deze periode om
te leren. Deze ligt dwars, de kaart Teresa. En deze zegt pas op de plaats. Je bent zo druk bezig geweest met de noden en wensen van de mensen om je heen. Nu is het tijd. Nu is de tijd aangebroken dat je voor jezelf moet zorgen. Dus deze kaart heeft te maken met zelfliefde. Je ziet ook hoe ze de armen om zich heen slaat. Het heeft te maken met het liefhebben van jezelf. Dus deze periode waar je nu in zit, die is daar om te leren, om goed voor jezelf te zorgen, om te kijken naar je eigen noden en wensen, zodat je daarna opgeladen bent, stevig staat, om die belangrijke levensopdracht van jou te gaan uitvoeren. Maar hij ligt dwars, pas op de plaats, dus dat kan zijn dat jij graag aan de gang wilt. Dat jij geen zin hebt in deze periode. Dat je wilt dat deze periode zo snel mogelijk voorbij gaat, zodat je door kan. Of dat je ongeduldigheid ervaart. Dat kan zijn omdat je het zo graag wilt. Dat je enthousiast bent, dus vanuit enthousiasme. Dat je daardoor ongeduldig bent. Maar het kan ook zijn dat deze periode een lastige periode is. En ik denk dat dat voor velen het geval zal zijn. Omdat het een periode is waarin je mag leren. Deze periode bevat dus heel veel informatie voor jou die je later kan gebruiken. En dan staat deze ook bij de uitkomst. Op dit moment kun je niets doen. Wacht of kijk naar alternatieve mogelijkheden. Vraag de engelen om hulp en begeleiding om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Dus voor degene waarvan ik het net al zei dat dit een lastige periode is, vraag de engelen om hulp. Wees geduldig, wacht af en kijk, observeer, neem de dingen tot je. Deze periode vraagt echt om de situatie te onderzoeken, om jezelf te onderzoeken, je emoties, je gedachten te onderzoeken, je gewoontes te onderzoeken. Eigenlijk om je klaar te maken voor de volgende fase. Je belangrijke levensopdracht. Daar gaan we nog even een kaart voor trekken. Gefeliciteerd, je droomwens is aan het uitkomen. Kijk, blijf er op een goede manier aan werken. Dus die belangrijke levensopdracht van jou, ja, dat is iets wat jij heel belangrijk vindt, dat echt bij jou past. Wat geschreven is op jouw buik en wat hoort bij die wens van jou. En er staat gefeliciteerd. Dus dat wil zeggen, het ligt al voor je klaar. Maar deze periode is cruciaal. De periode waar je nu in zit is cruciaal, want dat gaat je helpen. Om die droomwens te gaan leven. Ja, want een belangrijke levensopdracht, daar zit ook altijd een wens van ons in verweven. Dus kijk ook naar die wens van jou. Het zal je dichter brengen bij die belangrijke levensopdracht van jou. En ook deze die stak eruit. De kaart Adriana. Ik leid je naar het antwoord op je vragen. Luister naar je intuïtie, je gedachten en je dromen. En volg de stappen die ik je op deze wijze geef. Nou, precies wat ik net zei. Luister naar je intuïties. Welke gedachten heb je? Kijk naar je gevoelens. Ga voelen. Bekijk de situatie. Dat gaat je dichterbij brengen. Dat gaat je helpen door deze periode heen. Dan kijken we naar de kaart Patience. Hier staat, ga aan de slag.
En deze staat dus onder de kaart. Het is nu de tijd om te leren, informatie te verzamelen. Ga daarmee aan de slag. Want je staat in contact met je eigen waarheid in deze situatie. En je moet vertrouwen hebben in je intuïtie en liefdevol voor jezelf opkomen. Dit stukje gaat dus over die zelfliefde ontwikkelen en dat aan de slag gaan met jouw intuïtie. Hè? Het luisteren naar jezelf. Naar dat wat zichtbaar wordt, dat wat voelbaar is. Gaan we kijken naar de kaart Teresa, dat wat dwars ligt. Hè? Die ongeduld. Voor sommigen. Daar ligt de kaart Vanessa. Om deze beslissing te nemen, moet je aan jezelf vragen, via welke weg kom ik dichter bij mijn levensopdracht? Kijk, opnieuw. Opnieuw die observatie, dat onderzoek doen. Via welke weg kom ik dichter bij mijn levensopdracht en welke weg brengt me er verder vanaf? Ja. Stel jezelf die vragen. En nogmaals, observeer je gedachten. Welke gedachten heb je? Hoe voel je je? Wat wil je nou echt? Wat zit er nog in de weg? Wat houdt je tegen? Welke gedachten, welke overtuigingen, welk gedrag, welke gewoonte? Waar mag je afscheid van nemen? Dan gaan we kijken naar Desiree. Naar de uitkomstkaart. Nieuwe psychische en spirituele ervaringen veranderen je kijk op de wereld en op jezelf. Laat je spirituele gaven tot bloei komen, opnieuw door studie, gebed en meditatie. Dus nou weten we precies waar deze periode voor is. Om je spirituele gaven tot bloei te laten komen, door dus die studie, dat gebed, hè, dat vragen om hulp van de engelen, zoals deze kaart zei. Studie, het observeren en meditatie, het naar binnen gaan en luisteren naar je intuïtie. Keer op keer weer die bevestiging. We gaan eens een advieskaart trekken. Luisteren naar mijn lichaam. Mijn gezondheid is mijn leven, de tempel van mijn ervaring en mijn grootste zegen. Ook deze past weer bij die zelfzorgkaart. Het luisteren naar je lichaam, want die draagt de wijsheid in zich. Je lichaam reageert op bepaalde dingen, zoals gedachten. En waarom voel ik de dingen die ik voel? Waarom ervaar ik ze in mijn lichaam? Wat wil mijn lichaam mij vertellen? Waar hou ik spanning vast? En met welke gedachten gaat die spanning gepaard? En dan mijn creatieve kracht. Door te investeren in mijn eigen creatieve potentieel, ervaar ik mijn vrouwelijke creatieve genie. Ja, en deze gaat echt over het herontdekken van je talenten. Het contact maken met het vrouwelijke in jou, met je intuïtie, met je gevoel, die wens van jou. Om dat uiteindelijk te manifesteren. En contact te maken met die creatieve kracht in jou. En deze periode gaat jou daarbij helpen. Zodat je die belangrijke levensopdracht zo goed mogelijk kan uitvoeren. Ja. Dit was de boodschap van vandaag. Resoneerde het met je? Laat het mij dan weten onderaan de video.
Kijk je voor het eerst naar een video van mij en wil je vaker een legging zien? Abonneer je dan, klik op het belletje, zodat je een melding krijgt op het moment dat ik weer een nieuwe video plaats. Bedankt je voor het kijken en tot de volgende keer.